Vincent van Gogh kwam in 1886 in Parijs wonen. En hij bleef er 2 jaar en ontwikkelde zich in die tijd heel snel van een traditioneel werkend kunstenaar tot een moderne schilder. Hij ontdekte in Parijs de schilderijen van de impressionisten en de pointillisten. En hij ging zelf met die technieken experimenteren. Zoals we zien in dit schilderij dat hij maakte op Montmartre. Hij schildert hier heel dun en hij werkt, je ziet zelfs de ondertekening nog erdoorheen. Zoals hier in het weggetje. En hij werkte veel met stippeltjes en streepjes. En de schilderijen zijn in Parijs veel lichter van kleur dan die voorheen in Holland maakte. Dit schilderij schilderde hij op Montmartre, waar hij woonde bij zijn broer Theo. De stad ligt hierachter. En bij de molen waren uitgaansgelegenheden, cafés, een danstent. En hier was een uitkijkpunt waar je het uitzicht op de stad kon zien. Deze molen staat nog steeds in Montmartre. En de andere die is er nu niet meer. Die is nog wel te zien op een aanzichtkaart uit 1900, waarin je datzelfde kleine weggetje ziet. Maar in 1911 werd die afgebroken voor de aanleg van de Avenue Junot en appartementengebouwen. Van Gogh maakte veel meer schilderijen op Montmartre. En waaronder dit grote schilderij wat we straks gaan bekijken. Daarvoor verplaatste hij zijn ezel een stukje verderop en ging hij ongeveer hier staan. Dus het uitzicht die kant op schilderen. Dit schilderij koos Vincent van Gogh zelf uit om in te zenden naar de eerste officiële tentoonstelling waar hij aan deelnam. In 1888 in Parijs. Samen met 2 andere schilderijen was dit dus een werk waarmee hij zich wilde presenteren. Je ziet hier hoeveel hij in 2 jaar tijd heeft geleerd op het gebied van kleur en techniek. Het is een soort samenvatting van alles wat hij had ontdekt in Parijs. En we zien dat hij dus heel veel verschillende technieken gebruikt. Strepen, stippen. En dit uitzicht is op dezelfde heuvel gemaakt als het schilderij wat we net zagen. Maar dan een stukje verderop. En hier waren moestuintjes. En je kijkt hier op de stad. Hierachter zien we fabrieken. Nou ja, het is een heel mooi zonnig zomers landschap. En Van Gogh zelf vond dat er buitenlucht en vrolijkheid in zat. Hij was er heel tevreden over. Ook over dit schilderij was Van Gogh heel tevreden. Het is een heel groot doek. Een van de grootste die hij in Parijs heeft gemaakt. En het is zijn meest pointillistische schilderij. Hij werkte hier in de techniek die Seurat en Signac hadden ontwikkeld. Op basis van kleurtheorieën, waarbij er puntjes, stippeltjes en streepjes naast elkaar werden gezet, die dan in het oog van de toeschouwer gemengd werden. Dus het waren pure kleuren die hij combineerde in contrasterende kleuren. En je ziet hoe hij hier met heel veel verschillende stippeltjes en streepjes heeft gewerkt. Dat deed hij niet zo rigide als Seurat en Signac. Hij ontwikkelde eigenlijk zijn eigen vrije variant van het pointillisme. En in dit doek zien we dat het meest. Dit schilderij maakte hij in een parkje op Montmartre. En we denken dat het het park is wat aan de voet van de Sacré-Cœur lag. Dat ziet er nu anders uit, maar we hebben een foto gevonden waarin nog te zien is dat het er wel heel sterk op lijkt.